Als onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018 wordt er tijdens de herinrichting van het stationsgebied een zogenaamde mistfontein geplaatst. De wethouder kunst en cultuur Sjoerd Veitsma is blij met de komst van een fontein. Ik ben heel erg blij met de fontein van Gaume Plensa, oftewel de mistfontein. Ten eerste omdat het ontwerp prachtig is. Het zijn twee hoofden eigenlijk, twee gezichten van kinderen. En het is heel innovatief, want om het ontwerp heen komt niet de gewone fontein, maar een soort mist. Dus ik denk dat het een hele mysterieuze entree van de stad wordt, vanaf het station. Het zijn twee gezichten die heel dicht bij elkaar staan. Het heet Love. En het is ook bedoeld, het zijn kindergezichten. Het worden twee kinderen uit Leeuwarden. Dus die moeten nog gezocht worden. Dus dat is wel leuk voor de mensen ook om te weten dat we straks op zoek gaan naar twee kindergezichten die we daarvoor gaan gebruiken. En die komen heel mooi tegenover elkaar in een soort van warme balans met elkaar in die mist van dat water te staan. En die stralen eigenlijk uit dat de kinderen hebben de toekomst. En het gaat om samen dingen doen over toekomst en over ja, eigenlijk liefde en warmte. De herinrichting heeft grote gevolgen voor niet alleen het stationsgebied, maar ook de rest van de omgeving. Ja, we gaan als gemeente samen met de provincie en de openbaar vervoerbedrijven het hele gebied rondom het station opnieuw inrichten. Dus er wordt een weg verlegd, er komt een groen park tussen het station en de binnenstad. Daar komt ook de fontein te staan, een mooie entree wordt dat. Maar er komt bijvoorbeeld ook een hele grote ondergrondse fietsenstalling onder het wegdek. Dus het is een behoorlijke verandering voor dat gebied. En ik denk dat de fontein ervoor kan zorgen dat het toch een extra trekker is tussen het station en de binnenstad, waar je echt op afloopt en waar je misschien ook wel even bij stil blijft staan. Het Oranje Hotel, gelegen aan de Stationsweg, reageert positief op de herinrichting. Nou, laten we vooropstellen dat de plannen zoals die er nu liggen voor het stationsplein, dat een fantastisch gebeuren is. Ik bedoel, je komt sowieso straks binnen in een mooi plein om binnen te komen. Echt een promenade die als wandelpromenade gebruikt kan worden richting het centrum van de stad. Ja, en dan met een fantastische fontein erop. Ja, wat wil je nog meer? De grandeur eigenlijk wordt een beetje hersteld van de entree van de stad. En dat is een goed ding. Ook vanuit de gemeente komen weinig negatieve geluiden. Nou heb ik eigenlijk niet echt gehoord. Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, goh, moet dat nou allemaal en het kost heel erg veel geld. Mooie dingen kosten nou eenmaal geld. Ook een fontein. En ik denk dat de meerderheid van de inwoners er wel over eens is dat het een hele mooie toevoeging is voor de entree van Leeuwarden vanaf het station. Ik denk dat het voor de uitstraling van Leeuwarden en de entree voor buitenstaanders in Leeuwarden een goede zaak is. Ik vind het idee eigenlijk wel heel erg leuk. Ik denk dat het ook mooi is dat het iets aan Leeuwarden toevoegt, maar ik heb het concept gezien en het lijkt een beetje heel erg groot. Dus. Nou, ik denk wel dat het in ieder geval iets hier moet gebeuren, want het is hier absoluut een puinhoop soms met het verkeer. Het staat hier soms hopeloos vast. En met dat busstation hier, dat is niet meer van deze tijd. Dus dat er verkeersmaatregelen et cetera moeten komen, dat vind ik wel logisch. Ik denk dat het ook een stuk gaat helpen bij de opstopping van de Lange Marktstraat. Want dat kan dan wat meer doorvoeren. Dus ik sta er positief tegenover, ja. Ik heb een plaatje gezien, het ziet er kunstig uit. Nou ben ik wel iemand die iets echt in het echt moet zien. Misschien is het wel heel mooi, maar zoals ik het plaatje heb gezien vind ik hem erg groot. Maar misschien valt het in de praktijk mee en zegt iedereen straks wel dat het heel mooi is. Er zijn wel nadelen volgens Alex Kaminski van het Oranje Hotel, maar volgens hem wordt hier goed mee omgegaan. Ja, er zitten natuurlijk wat nadelen aan. Hè. Ik bedoel, als we het hebben over de hele verbouwtijd, dan hebben we het over een periode van maart 2016 tot september 2017. En er zitten natuurlijk twee lentes, twee zomers in. Ja, het zal wat overlast kunnen gaan geven op het terras. En wellicht ook voor de hotelkamers, als men heel vroeg gaat beginnen met bouwactiviteiten bijvoorbeeld. Ja, dan zijn de hotelgasten daar natuurlijk niet heel erg blij mee als ze om 7 uur uit hun bed getrild worden door werkzaamheden. Maar er zijn goede afspraken met de gemeente over te maken. Dus heb ik alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Over het feit dat je dit soort bijzondere kunstwerken neerzet, daar is over het algemeen toch iedereen wel positief over. Nooit iedereen, maar wel heel veel.